Voorbereid, Richard. Goedemiddag. U spreekt met Michael Kort, journalist van klokluideronline.is. U, hallo. Ik zoek degene die verantwoordelijk is voor de programmering van het mini-congres, de onderzoeksjournalist boven tafel. Ja, dat ben ik. Oh, dat ben jij, oké. Ja. Ik vroeg me af, er is iemand uitgenodigd, Rajunarizetti van News Corp. Ja. U weet natuurlijk dat News Corp eigenlijk een organisatie is die... als geen ander de journalistiek door de stront heeft gesleurd wegens afluisteren en omkoopschandalen, zelf veel, dat er op Wikipedia eigenlijk complete pagina's zijn ingeruimd om alle wantoestanden, delicten van News Corp uit de doeken te doen. Er lopen nog steeds rechtszaken tegen News Corp. Dus het is een beetje raar waarom jullie nou juist kiezen voor iemand van zo'n organisatie om te praten over onderzoeksjournalistiek. Het gaat van, kijk, News Corp, dat vind ik wel een deels uw mening, maar daarnaast heeft deze meneer natuurlijk ook zijn sporen gezien. Wacht even, deels uw mening. Dit zijn allemaal feiten, hè? Ik bedoel, dan moet je wel een beetje normaal de zaak benaderen. Dit zijn feiten, dit is niet deels mijn mening. Meneer, u praat dan op een hele onprettige manier tegen mij. Ik vind het een beetje vijandig. Nou, helemaal niet. Ja, vijandig. Kijk, het is natuurlijk gewoon te gek dat jullie gewoon mensen van een criminele organisatie uitnodigen. Juist. Meneer, het is geen criminele organisatie. Nou, dat is het wel. En als ik deze vraag wil stellen, dan vraag ik... Ik heb geen zin in het gesprek als u tegen mij gaat schreeuwen. Nou, ik schreeuw niet. Jij schreeuwt tegen mij volgens mij, hoor. Ik niet tegen jou, maar goed. Ga door. Ik heb geen zin om u deze meneer te woord te staan. U kunt de vragen naar mij mailen, dan zal ik er even naar kijken. Want ik vind dat elke antwoord dat ik u geef meteen een soort van bepaalde repliek krijg van u die helemaal niet... van toon is waar ik graag naar luister. Dus stuurt u maar de vragen naar mail, zal ik even op mail gaan kijken. Hoe komt het dat jij gewoon onjuistheden in je antwoord direct gaat zeggen? Van dat is deels uw mening. Dat is helemaal niet zo. Kijk, anders zou ik die vraag niet stellen. Ik ga niet een vraag stellen wat ik een mening heb. Dit zijn feiten. Er lopen rechtszaken. Het is een criminele organisatie. En er zijn mensen opgespakt, gearresteerd. Tientallen journalisten zijn gearresteerd. Dat weet ik helemaal niet, maar dat zijn wel de feiten. Dus daarom is het een beetje raar dat jij zegt van deels uw mening. Snap je? Dat is de reden. Goed, meneer, ik zou willen vragen of u deze vraag op de mail aan mij toe wil willen sturen. Dan kijk ik er even naar. Ik heb geen zin om een antwoord uit context ergens voorschijn te zien komen. Dus ik zou graag deze vraag op de mail van u willen ontvangen. Nou, ik ben journalist en het is een heel normale journalist gewoon mensen bellen. Omdat je dan namelijk kan je veel beter tot resultaten komen dan met een mailtje. Dus ik zou je echt willen vragen om gewoon de vragen die ik stel om die gewoon te beantwoorden. Waarom hebben jullie gekozen voor iemand van de News Corp? Op dit moment heb ik daar niet de tijd voor. Dus ik ga je nu ophangen. Nou, dat is jouw keuze. Maar ik neem dit op, het wordt gepubliceerd op internet. Ja, ik denk dat ik ook met een grote groep mensen ga komen naar de balie. En dan zal ik deze meneer Rajunarizetti eens even wat feiten onder de neus gaan duwen over zijn eigen organisatie. En bovendien is het buitengewoon raar dat jullie geen Nederlanders uitnodigen als jullie congres over onderzoeksjournalistiek. Zijn er in Nederland soms geen onderzoeksjournalisten? Ik bedoel, Heeft u naar de line-up gekeken? Weet je wie er allemaal komen? Nou, line-up. Ik zie hier alleen maar een bericht waar geen enkele Nederlandse naam in wordt genoemd. Ik zal even vertellen. Het zit programma in twee delen. In het eerste deel komt Margot Smit van de Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek. Daarnaast spreken twee Deense onderzoeksjournalisten die net de European Press Prize hebben gewonnen. Vervolgens gaan hier in gesprek Erik Smit, een Nederlander. Marije Meerman van Tegenlicht. Weer met Margot Smit. In het tweede deel zullen onder andere Willem Schouten, Rob Wijnberg en Marcel Metsen aanschuiven. Dus je kunt mij niet verwijten dat ik alleen maar buitenlanders heb uitgenodigd. Nou ja, goed, blijft dat jullie toch als keynote speaker iemand van een criminele organisatie uitnodigen. Dat is mijn vraag. Waarom doen jullie dat? Meneer, ik zie u graag tegemoet op de avond zelf. Als u vragen heeft, mag u gewoon naar mij mailen. En ik zou nu het gesprek willen afsluiten. Nou, prettige dag verder. Oké, dag. Dag.